Wij van Coffee Discounter hebben weer een mooie weekendknaller. Dat is namelijk deze De'Longhi Prima Donna S Deluxe met het vernieuwde Latte Crema systeem voor de perfecte cappuccino. Normaal is deze beauty €1099. Daar komt ie, we gaan weer knallen! €799 voor deze topper. En de weekendknaller geldt natuurlijk weer van vrijdag 12 uur tot maandag 12 uur. Check wel even de voorraadmeter, want op is op. Je kan deze volle automaat natuurlijk gewoon online bestellen. Komt hij de volgende werkdag bij je binnen. Of je komt hier in Naarden hem nog eventjes bekijken. En vind je het wat, kan je hem ook direct meenemen. En ook mooi van deze De'Longhi weekendknaller is namelijk dat je 3 jaar garantie hebt aan huis. Dus komen hem thuis bij je repareren. Mocht je een probleem hebben, hoef je er in ieder geval niet mee te slepen. En inclusief krijg je ook nog eens een keer van De'Longhi een koffieworkshop bij jou thuis. Weet je dat deze koffieknaller voor jou al wat is? Klik dan hier op het i'tje en dan ga je direct naar de productpagina. En voor de volledige uitleg van deze topper, kijk eventjes naar onze koffie-expert Tom Senior. Dat klopt, mijn vader. Het menu. Op de knop. Spoeling kan u instellen, maar nog zo verschrikkelijk veel dingen. U kan hem natuurlijk op een timer zetten, u kan hem automatisch laten inschakelen, kan de temperatuur regelen. Nou, ga maar door, er is bijzonder veel in te stellen. Maar waar het nou werkelijk om gaat, is niet alleen dat hij zo lekker smal, compact en bloedmooi is, maar hij heeft hier allemaal inknopsfuncties. En dat is voor heel veel mensen bijzonder gemakkelijk. Je gaat met deze knop een café latte maken en dat doet hij helemaal zelf door middel van deze aangesloten melkkan. De tweede eenknopsfunctie is de cappuccino. Die zal wel veel gebruikt worden. De derde functie, de latte macchiato. Die is in Nederland. En deze verrast me. Milk. Hij heeft een aparte eenknopsbediening voor hete melk. Dus als u toch een flesje moet maken voor die kleine, ook dat kan deze machine voor u doen. De sterkte afstelling zit hier. De hoeveelheid koffie die u wenst toe te dienen, stelt u af via deze knop. 1 kop tegelijk, dat doen we hier. En 2 koppen tegelijk, dat doen we daar. Ja, als u meer filmpjes bekeken heeft, dan weet u 1 ding zeker. Dat is dat ik de espresso ga testen. We gaan eventjes de sterkte eerst maar instellen. Extra mild? Nou nee. Mild? Nee, ook niet. Normaal zeker niet. Sterke aroma? Yes! Dan ben ik er en dan ga ik een 1 knop indrukken voor 1 portie. En we gaan oordelen over de crème laag. Want het indikken van de koffie door de maling en de persing en de temperatuur geeft ons, als het helemaal goed wil gaan, een sublieme crème laag. Nou, het beeld is schoonheid. Ja, kan het dan ook anders? Nou, dat is toch wel een... Ik noem hem tussen ristretto en espresso in. Dat zou me best kunnen bevallen. Kremlach is fantastisch, dus hij is ingedikt. Hij is mooi. En heet! Dan het hele cappuccino en latte macchiato verhaal. Ja, daar is hij bijna voor geschapen. Ja, ik heb gewoon trek. Beetje ongeduldig misschien, maar... Nou, wat zegt een niet vaak cappuccino drinker hiervan? Ik heb wel eens in een goed restaurant zo'n ding genomen, maar ook wel eens in een goed café, in Italië dan. Maar dat dat met een automaat kan, dat wist ik niet. Nu wil ik het weten. Heet is dat schuim. Smaak is goed. Je proeft tenminste die espresso smaak er nog doorheen. Dan wil ik wel cappuccino drinken. De waterbak
Het is handig dat je die naar voren kan trekken van 1,8 liter. Het bonenreservoir van 250 gram zit hier. De afstelling voor de maling zit hier, staat op zijn fijnst. Dat moet dan ook. En een bakje voor, een klepje voor gemalen. Nou, dat kan u dan voor restantjes gebruiken en desnoods later nog voor wat decaf voor degene die daar behoefte aan heeft. De Z-groep bij deze EKAM 26455 van De'Longhi zit achter de waterbak. Let u erop dat die uit moet staan om de Z-groep te verwijderen. Die zit mooi weggewerkt achter dit klepje en hij is kleiner dan van de meeste merken. Dat is makkelijk ook voor het spoelen. Dat doet u één keer in de week met lauw water, geen heet water, want dan spoelt u de siliconenvetten weg. Doe dat 's avonds of later op de avond voor u naar bed gaat. Laat hem lekker in de gootsteen staan, dan is hij kurkdroog doorgaans erop. En als u dan de timer heeft ingesteld, want dat heeft hij natuurlijk, dan hoeft u alleen maar de trap af te lopen en op één knop te drukken, want het is een one touch voor veel soorten koffie. En nu kan u dag starten. Wat wil u nog meer? Wil jij dit product bestellen of meer informatie? Klik dan hier, dan ga je naar de productpagina. En vergeet je natuurlijk niet te abonneren op ons kanaal.